In deze video wil ik je laten zien hoe je borstplaat maakt. Daar ben ik zelf gek op. En het is echt zo'n soort oma's Sinterklaas snoepgoed. Maar ja, eigenlijk ook prima thuis te maken als je een goede thermometer hebt. Want die heb je er echt voor nodig. Ik begin met een vanillestokje. Ik haal daar even de zaadjes uit met een lepeltje. Ik heb hem eerst even over de lengte door midden gesneden. En dan gaat hij zo bij de suiker in een pan. Ik gebruik het liefst een pan met dikke bodem, omdat je de karamel gaat koken van die suiker. Kijk, vanillezaadjes erin. Dan gaat daarbij slagroom. Het recept lees je op mijn website. Een beetje water. En eigenlijk kan het zo op het vuur. Dan ga ik dit naar 115 graden koken en ik hang er een thermometer in. Kijk, tijdens het opwarmen kan je af en toe een beetje roeren om die suiker sneller op te laten lossen. Maar zodra het eenmaal kookt, moet je niet meer roeren. Kijk, je ziet, hij gaat nu koken en ja, hij komt heel snel omhoog. Dat is room natuurlijk, dat wil ook de pan uit. Dan moet je echt het vuur zacht zetten. En dan kan je hem gewoon op laag vuur laten koken en dat duurt best wel even. Nou, terwijl de room en de suiker staan te koken, ga ik ondertussen de vormpjes voorbereiden. Ik maak ze allemaal even een beetje nat in water. En ook de ondergrond, het bakpapier waar ik zo op ga storten of waar ik die vormpjes op ga maken, is ook handig om even een beetje vochtig te maken. Dan lost straks die borstplaat, komt wel wat makkelijker uit die vormpjes. De temperatuur is 115 graden precies. En ja, het komt heel nauw met die suiker. Je kookt die suiker namelijk in die vloeistof naar een bepaalde temperatuur. En dat zorgt ervoor, dat bepaalt de manier waarop die gaat stollen zo. Nou, hier gaat nog wat fondant doorheen. Dus ik giet dit bij de fondant. Even goed roeren. En dan is mijn borstplaat eigenlijk klaar. Maar ik wil ook nog een klein deel van die borstplaat een smaakje geven. Dus daarom giet ik een deel eruit. Dit is gewoon vanilleborstplaat. En door wat ik overhoud, roer ik dan nog een beetje oploskoffie. Die oploskoffie heb ik al een beetje opgelost in een heel klein beetje water. Gaat er wat makkelijker doorheen. Kijk, en zo maak ik bruine borstplaat. Dit kan ik makkelijk in de vormpjes gieten. Dat doe ik even vanuit een maatbeker. Dan heb ik wat meer, kan ik wat meer richten. En nou, dit moet een half uurtje afkoelen en dan kan je het storten of dan kan je het lossen uit de vormpjes. Druk die vormpjes een beetje aan, want anders loopt het onder de vormpjes uit. Kijk, in plaats van vormpjes kan je ook gewoon de hele massa, kijk hier, je ziet al dat het hier van boven uithardt, dus ik roer het weer even door, kan je het ook gewoon op een plaat gieten en het zo laten stollen en dan snij je er later of je breekt er stukken van. Kijk, dan laat je het een half uur afkoelen en ja, dan wordt het stevig en dan kan je het in stukjes breken. Kijk, zo maak je borstplaat.